mijn hart maakte gewoon een sprongetje. Hierachter schuilde ze een klerenbende van je welste. Zo jankebal. Alles in één keer in elkaar valt. Dan voel je je ook meteen een stuk beter, toch? Dan voel je echt een stuk beter. Als je het leven geeft, dan voel ik me daar minder schuldig over. Ik heb dus een hele rare gewoonte. Alleen daarvoor wil je het er gewoon af en toe al uit. Het is vanavond wel een heel bijzonder diner. Welkom bij een nieuwe video. Vorige week was mijn kindje heel erg ziek. En wat ik dan dus merk, is dat je dan dus gewoon eigenlijk alles van tevoren denkt onder controle te hebben. Hè? Je werkt, je huishouden, je zorgt dat elke dag het huis soort van semi opgeruimd is. Je doet de boodschappen, je zorgt dat er elke avond een maaltijd op tafel komt. En nou ja, je probeert alles een beetje bij te houden en het lukt dan zeg maar net. En zodra er dan iets gebeurt, zoals je kind bijvoorbeeld ziek wordt of je wordt zelf ziek, dan mijn kind... Mijn kind zit vast in de tafelpoot. Dan merk ik dus dat zeg maar alles in één keer in elkaar valt. Dus dan stapelt de was zich in no time op. Dan is de koelkast leeg. Dan is het dus echt een uitdaging om elke avond te koken. Ja, dan is het gewoon echt overleven. Ik heb echt respect voor moeders die fulltime werken. Want hoe doen jullie het? Ik heb die mama dagen heb ik echt nodig om gewoon de was te kunnen doen. Zoals nu dus. Om boodschappen te doen, om het huis weer een beetje strak te trekken en ook een beetje op adem te komen. En natuurlijk van die kleine te genieten. Dus ik ga deze was ophangen en ik ga rust in de tent creëren. Want dat zorgt ook voor rust in mijn hoofd. En dan kan ik het allemaal weer aan. Dan ben ik weer in controle. En dan voel ik mezelf echt 10 keer beter in mijn vel zitten. Ben jij het daarmee eens? We vinden het super leuk dat je kijkt elke week. En wat we ook nog even willen vertellen is dat we heel erg dankbaar zijn voor... De comments die jullie altijd achterlaten en de tips. Want echt waar, zonder jullie zou ik heel veel dingen niet weten. Wij waarderen dat. Superleuk. En mocht je ons nog niet volgen, dan vinden we het ook heel erg leuk als je eventjes op die abonneerknop drukt. Zodat je elke week gewoon een leuke nieuwe video van ons kan bekijken. Gaan haar eventjes entertainen of oppakken. Of ja, wat doe je dan hè, als ze een beetje zo jengelig is? Zie je. Zo. Je moet kijken dan. Zullen we muziekje aanzetten? Ik moet trouwens eerlijk zeggen dat ik het echt niet zou willen fulltime werken. Ik vind 3,5 dag echt perfect. Los van het feit dat ik het niet altijd red om al mijn werk te doen in die dagen. Maar ik vind die mama dagen echt zo belangrijk om met haar te zijn. En ook gewoon rust in mijn hoofd te creëren. Een soort van basis om vanuit daar weer dingen te plannen en werkdingen te doen. En ik ben ook super benieuwd hoeveel dagen jullie eigenlijk werken. Zijn jullie eigenlijk fulltime moeder? Werken jullie bijvoorbeeld parttime of misschien wel een fulltime? Ik ben super benieuwd. Laat me even weten in de comments hieronder. Laat me ook even weten hoe je dat vindt. Of je het moeilijk vindt of, ja, of dat het voor jou echt perfect is. Want die work-life balance is wel echt een dingetje, vind ik, als moeder. En ik ben echt benieuwd of je ooit die balans gaat vinden. Want je moet wel voor 100% bij je kindje kunnen zijn hier, zeg maar, in je hoofd. En niet weten van, oké, ik moet eigenlijk nog 85.000 mails beantwoorden en... Nog 2 projecten afronden, weet je wel. Soms vind ik die mama dagen wel vermoeiender dan een werkdag. Maar als ik fulltime zou werken, wanneer zou ik in godsnaam mijn was moeten doen? Mijn boodschappen, koken, hapjes voor haar maken. Deze week een date met een vriendinnetje die net een kindje heeft gekregen. Dus moet ik even een cadeautje hebben natuurlijk. Dus ik ben eventjes in mijn pauze, het is uitgesneakt, om een cadeautje te kopen. En eventjes weg te kwijlen van deze heerlijke, schattige, kleine babykleertjes. Oh, deze zijn maar €70. Ik heb even mijn avondeten gescoord. Want jongens, ik krijg het niet voor elkaar op maandag hoor. Om het allemaal te regelen s'avonds. Dus we gaan voor Hollandse pot. Hartstikke gezond. En het mooie is dat als ik het niet eens vertel dat ik het bij de tracteur heb gehaald. Mijn man het niet eens merkt dat ik het niet zelf heb gemaakt. Dus ja, soms moet je gewoon even slim zijn. En het is ongeveer min 32 graden buiten. En soms wil je gewoon de spaarzame tijd die je hebt...
op de bank spenderen, onder een warm dekentje, om de laatste aflevering van Sinner af te kijken. Want die staat vanavond op de planning en daar heb ik heel veel zin in. En nu ga ik weer terug naar kantoor. Blote enkeltjes kan natuurlijk echt niet meer in dit weer. Schatje, vind je niet dat ik heel erg lekker gekookt heb? Zo, vandaag had ik die tas, deze doos en dit kind aan mijn lijf slash fiets hangen. En het is gewoon gelukt. Ja. Oh meisje, ben ik blij om jou weer te zien. Eind van de dag. Ga snel in bad. Hapje. Ik probeer die kleine altijd een beetje te betrekken bij alle huishoudelijke klusjes. Want ja, dan kun je het gewoon mooi combineren. En dan heeft zij een beetje entertainment. Dus nu gaan we de vieze stinky sokken van papa gaan we opvouwen. De meest irritante klus die er maar is in het huishouden. Sokken sorteren en opvouwen. Maar soms heb ik gewoon zin om al die sokken gewoon lekker in de kast te flikkeren. Allemaal door elkaar. En te denken, zoek het maar uit. Oké, we hebben geen boodschappen kunnen doen. Dus we moeten het weer doen met klikjes. Ja, wat we altijd wel in huis hebben zijn zoete aardappelen. Dus daar ga ik iets mee maken. Dit is wat ik nog heb kunnen vinden in de koelkast. Ik dacht misschien iets van een frietje te maken. Het spekje is altijd wel lekker. En dan een sausje van of een soort kaassausje met crème fraîche of iets met pesto en paprika. Nou, ik ga koken en deze frietjes met de hand aan het snijden ben. Wat natuurlijk gekke werk is, dan kun je beter kant en klaar kopen. Zorgt de man dat de kleine in bed wordt gelegd. Ja, zodat we lekker op tijd klaar zijn. Maar deze kan niet meer huilen. Want ze is de stem kwijt. Het is wel lekker rustig voor ons vanavond. Zo heeft elk nadeel weer een voordeel. Nou, dit is het geworden. Met een pesto roomsausje erbij. En ronde 2, want het was toch niet genoeg. Burrata. Vitamintjes en toastjes. Recept van mijn man. En je ziet al dat er heel veel aandacht besteed is aan de presentatie en de opmaak van dit gerecht. En ronde 3. Mag jij raden welke ik als eerste ga opeten? We zijn hier met deze leuke mami. Suus. Suus is 2 maanden geleden bevallen. En kijk eens hoe fabulous deze vrouw eruit ziet. Oh, dat is echt niet normaal. Een glittertopje, glitterlipglossje. Ik hou ervan. Ja. Ja. Maar dan voel je je ook meteen een stuk beter, toch? Voel je echt een stuk beter. Ja. Ja, jij weet het als geen ander. Hup, 's ochtends douchen, even ontbijt voor jezelf maken, extra lipgloss op en gaan. Ben je moe nu? Nee, ik vraag het wel mee. Ja? Ja, ik vraag het wel mee. Goed zo. Ja. Hoeveel uur geslapen vannacht? 4 plus 4. Ja, 8. Oh, echt prima. Daar doen we het voor. Ja. Zeker. En een lekker gemmer wortelsapje. Heel gezond. Ja, super gezond. Kijk. Hier ligt te slapen. Nou ja, althans, we hopen dat je zo gaat slapen. En kijk wat het lukt, wat niet lukt. Maar Lieke heeft uitgezocht. Ja, ik hoop dat je erbij blij bent. Hoek met deze top. Ja. Super. Beetje kak. Beetje kak. Ja. Heel. Goed voor de hockeyvereniging. Nou schat, het staat je goed, het moederschap. Dankjewel. Mami snijdt uit. Dus ik dacht, ik pak even uit. Goed gekeurd. Maar beter overdressed verschijnen dan underdressed, toch? Kijk hoe mooi mijn jurk schittert. Love it, jongens. Alleen daarvoor wil je er gewoon af en toe al uit. De deur uit. Waar ik altijd zo ontzettend van baal is dat ik dan weer veel te laat begin met aankleden en make-up. Ben ik veel te optimistisch, denk ik. Nou, dat red ik wel in een kwartiertje. Nou, dat red je natuurlijk nooit in een kwartiertje. En het meest vervelende is dat je helemaal niet geniet van de voorpret. Dus ik echt pas zodra ik zeg maar daar aan tafel zit, dan besef ik pas van, oh ja, ik zit er en het is leuk en het is weekend en dus ik moet nu ontspannen. Maar eigenlijk is het veel lekkerder als je dat van tevoren al hebt, dat je gewoon rustig alles kan doen. Het is vanavond wel een heel bijzonder diner, want het zijn namelijk geloof ik totaal 80 moeders. Ook een heel veel bekende moeders. En het is in de Vondelkerk hier in Amsterdam. En al het geld wat wordt verzameld vanavond wordt allemaal gedoneerd aan Prinses Maxima Centrum. Dus het is een charity diner en ja, ik vind het gewoon heel erg fijn om erbij te zijn en ook mijn steentje te kunnen bijdragen aan dit goede doel.
was 16 toen ik erachter kwam dat ik een tumor in mijn bek had. Van 12 bij 12 centimeter. Jada dat ziet dat ze helemaal chast wordt. Zo, mijn superkarige, maar lekkere ontbijt. Zacht gekookt eitje. Gisteravond was ik natuurlijk naar het diner, wat een hele bijzondere avond was. Waarbij Chantal Bless, die op dit moment een doodziek dochtertje heeft. En ze kwam erachter toen ze zwanger was van haar tweede. Het was echt doodstil in die hele zaal. Nog ongeveer 5 minuten nadat zij gesproken had, omdat we gewoon niet wisten wat we moeten zeggen. Het is het ergste wat je maar kan overkomen als moeder. Ja, dat er iets met je kindje is. Natuurlijk je grootste angst. Maar zo'n avond doet je ook beseffen dat je dus het leven moet vieren. En dat je van elke dag een feestje moet maken. Je hoeft niet altijd alleen maar te zorgen. Dus vandaag ga ik ook het leven vieren. En ik heb de allerliefste man van de wereld. Die van jou is ook heel erg lief. Maar die van mij ook. Want die heeft gisteravond natuurlijk opgepassen. En vandaag ook. Dus dat is echt super fijn, waardoor ik best wel veel me-time heb. Morgen is zondag, dus dan zal ik wat meer de lead nemen natuurlijk weer thuis. Zodat hij ook een beetje aan zijn me-time toe komt. En zijn ontspanning, want dat is ook belangrijk in het weekend. Dus ik ga weer door. Ik heb vandaag mijn clownsjas aangetrokken. Marjolein, waarom heb ik gember in mijn kava? Ik heb tijdens het zuipen al aan het worden. Ik was op mijn verjaardag en mijn man was zo lief om mij op te halen. Dus ze reden door de straat met de auto. En toen zag ik haar door het spiegeltje, wat natuurlijk bij haar stoeltje zit. En ik zag haar ogen en ik had gewoon, mijn hart maakte gewoon een sprongetje. Het was zo bizar dat ik dacht, ik heb jou 3 uur of zo niet gezien. En het voelt alsof ik jou al 3 dagen niet gezien heb. Het gewoon de eerste keer dat je je kind weer ziet na, weet ik veel, dus blijkbaar een paar uur, is gewoon onbeschrijfelijk. Mijn man is nu vanavond naar een verjaardag. Of nee, normaal geen verjaardag. Maar gewoon naar een vriendenborreltje. Dus ik ga zo meteen in bed leggen. En ja, dat is onze zaterdagavond. En dan ga ik eens even een serretje opzetten. Au, au, au. Au. En je trekt naar mijn haren. En dan ga ik eens even... Ja, la, la, la. En dan ga ik eens even een serretje opzetten die mijn man niet leuk vindt. Lekkere vrouwenserie met hele foute romantiek. Weet je wat ik op mijn tong heb? Heel vies. Aft. Ik heb aft op mijn tong. Een cadeautje denk ik van de griep van vorige week. Echt. Zo jankerbal. Echt real life. Huil ik helemaal niet zo snel. Dan heb ik heel snel een broek in mijn keel. Maar het zit nooit door. En bij een film, vooral bij zo'n hele foute romantische film, kan het ineens helemaal loskomen. En dan lijkt het alsof mijn hart zich weer een klein beetje meer openstelt. En dan kan ik ineens zo verdrietig worden over iets. Of juist zo gelukkig. En ik heb nu gewoon echt zo'n gevoel van geluk. Dat ik denk, ik ben zo gek op mijn dochtertje. Ik hou zo verschrikkelijk veel van haar. Ik heb dus net meegelopen janken om een film die echt hele slechte recensies heeft gekregen. Zondag is de dag dat we met de hele familie in bad gaan. Dus ik hoog met smacht op dat die kleine in bad gebracht wordt. En in de tussentijd ga ik het luisterboek van Rens doorbladeren. En ik hou van die zweverige teksten over relaxen en meditatie en zenheid en alleen al te lezen raak ik gewoon zen. Kijk, dit zijn nou eens vrienden die gewoon bij ons komen borrelen, maar dan zelf de borrelplank aanleveren en meenemen. Ja. Toppers jongens, wat hebben jullie hier? Lekker kaas van de kaashut. Heerlijk. Gedaan door goede vrienden. En daarnaast nog lekkere hammetjes en druifjes. Oh, vlees, yummy. Verse vijgen, nootjes. Nou, we geven jullie even de tijd. Oh jongens, wat een verwennerij. Kijk hoe lekker. Kunnen we jullie inhuren ook? Ja. Ja, in te huren dit, stel? Helemaal goed. Inclusief gezelligheid, hè jongens. Het is niet alleen dit wat je erbij krijgt. En jij ook hapje, hè, meisje? Ja. Nee, ben jij de kleine? Ik heb de kleine naar de kinderdagverblijf gebracht. En ik had echt weer een pittige nacht, om het zo maar te zeggen. De kleine die hield zichzelf constant wakker met het hoesten. Anyway, ik stond vanochtend voor de kast. En toen dacht ik eigenlijk 2 dingen. 1, ik moet iets van kleur aan. Want anders kom ik deze dag niet door. En ik heb gewoon kleur nodig om mezelf even een beetje energie te geven vandaag. Dus ik heb deze knaloranje trui aangedaan. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze kleur vindt. Ander ding wat ik dacht was,
Deze kast moet echt heel nodig worden opgeruimd. Hierachter schuilen ze een klerenbende van je welste, letterlijk en figuurlijk. Want de ene kant van de babykamer is dus zeg maar helemaal leuk. Pinterest-proof babykamer van mijn dochter. En als je dus inderdaad omdraait, dan heb je dus mijn kledingkast. Eén deel van de ravage. Ik weet gewoon niet waar ik het al moet laten. Ik heb nu zeg maar de belangrijkste zomerkleding heb ik al een beetje opgeborgen. Dat heb ik zeg maar hier achter geflikkerd. Dus in die hoek geduwd. Een deel van de kleding zit inmiddels ook in zakken. Want het past gewoon niet meer. Ik weet gewoon niet waar ik het allemaal moet laten, mijn kleding. Het is echt één grote bende. Het is ook totaal niet gesorteerd op kleur. Hieronder heb ik al mijn sieraden. Daar heb ik ook niet echt een aparte plek voor. Hier hangen al mijn kettingjes aan. Je zou er echt een soort halve heart attack van krijgen als je deze kast onvoorbereid openmaakt. Kijk, het scheelt wel dat het je dochter is. Je hebt bloedeigen dochter, dus vergeef ik het haar wel dat ik mijn kleedkamer heb moeten opgeven voor haar babykamer. Ik heb er zeg maar een handje van om dingen dan allemaal te bewaren, omdat ik er geen afscheid van kan nemen. Omdat ik ooit een keer een hele leuke avond in een specifiek jurkje heb gehad. En dan denk ik, ja, als ik dan zeg maar dat jurkje weg doe, dan wist ik ook die herinnering van die avond. Maar dat is natuurlijk onzin, want je hebt natuurlijk alles op foto's. En alles zit gewoon hier in het koppie. Ik heb een paar dingen de afgelopen jaren geleerd. En dat is één. Investeer in je basics. Een mooie witte broek, een mooie jeans, een mooie witte blouse, een mooi jasje. Weet je, wat meer aardse kleuren. Dat is allemaal wat meer tijdloos. Twee, zorg dat je per seizoen gewoon investeert in betaalbare, goedkope trend items. Want die draag je maar één seizoen en dan is het zonde om daar heel veel geld voor uit te geven. En drie, hou vast in je eigen stijl. Laat je niet te veel beïnvloeden door trends. Want trends, ik noemde wel trends, maar dat bedoel ik meer met elk seizoen heb je gewoon bepaalde printjes. Bepaalde kleuren die veel in de winkels liggen. Die dan, ja, die je dan veel ziet. En je wordt er toch wel een beetje door beïnvloed, merk ik. Dat ik toch soms denk van, eerst, oh, ik weet niet of ik dat leuk vind. En dan zie ik het bij heel veel mensen en denk later van, oh, ik vind het eigenlijk toch misschien wel leuk. Maar dat zijn toch vaak dingen die je een korte periode leuk vindt. Dus denk ook na van wat past echt bij je figuur, bij je stijl, bij jou als type, bij je karakter. Dat is wel echt iets wat ik geleerd heb inmiddels. En dan, ja, dan hou ik het toch altijd in mijn kast. En dan, ja, is gewoon zonde. En dan kom ik het 3 jaar later tegen. Dan denk ik, ik heb het letterlijk 3 jaar niet aangehad. Maar eigenlijk had ik hier een ander wel heel erg blij mee kunnen maken. Want het is dan niet meer dat het niet meer ontrend is. Maar het is meer dat ik er een beetje op uitgekeken ben. Omdat ik dan net, ja, mijn lijf ook een seizoen later misschien verandert. Of je net een kleurtje gewoon een beetje op uitgekeken bent. Dus wat ga ik doen? Ik ga echt heel kritisch zo meteen kijken in mijn kledingkast. Van wat ga ik dit komende seizoen aandoen? Ik ga dat nu voortaan ook bij elke start van nieuw seizoen. Ga ik kritisch naar mijn kledingkast kijken. Nou denk jij misschien, is dit opgeruimd? Ja, dit is heel erg opgeruimd voor mijn doel. Hier sportkleding, truitjes. Simpele truitjes. Goedemorgen. Dus ik heb hier twee flinke zakken met kleding. Ik heb hier nog één, dus in totaal heb ik er 3. De andere heb ik al weggebracht. Want ik ga het dus verkopen op United Wardrobe. Linkje van zal ik hieronder even zetten. Zodat je kan snuffelen in mijn kleding. En een ander deel ga ik natuurlijk aan een goed doel geven. Aan een zak van Max of zo. Ja, ik hou gewoon van mode. En ik vind het leuk om af en toe af te wisselen. Maar als ik dan het, ja, in ieder geval een tweede leven geef, dan voel ik me er minder schuldig over. Dus dan, ja, dan heb ik toch het idee dat ik, ja, dat ik toch iets bijdraag aan de duurzaamheidsgedachte. Want dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ik heb vandaag een superleuke trui aan, al zeg ik het zelf. Hoe leuk zijn deze mouwen? Ik vind het echt te gek. Een beetje wijde pofmouwen zijn het. Hij is wel wat korter, dus ik heb hem nu even gecombineerd met een blouse eronder. Maar je zou hem ook op een soort high waist jeans of rokje kunnen dragen. Ja, ik vind deze echt heel tof. En deze komt dus ook uit die webshop Chicurel. Waar ik dus echt heel veel toffe sweaters en zo gevonden heb. Van gisteren die ik aan had, die oranje, die komt daar ook vandaan. En nog een paar andere zal ik zo even laten zien. Wat ik wilde zeggen, ik heb dus een kortingscodetje voor jullie geregeld bij die webshop. Ja, dus dan kunnen jullie zelf even koekeloeren als je zou willen. Deze heb ik er ook gescoord. Dit is een soort lange truijurk. Van die wijde mouwen. Zo. Dit kooltruitje is ook echt super fijn. Worden we klaar voor de dag? Oeh. Mijn haren zijn nog nat. Dus ik ben er eigenlijk niet helemaal klaar voor. Maar we hebben gedaan wat we konden deze ochtend. Doei. Ik heb dus een hele rare gewoonte op mijn koffiemomentje. Want wat ik namelijk al doe sinds de zwangerschap, een heel klein beetje koud water aan mijn koffie toevoegen. Omdat ik hem anders gewoon te sterk vind. En omdat ik hem dan meteen kan opdrinken. Want anders is hij namelijk
te warm. En dan verbrand ik mijn bakkes. Heel klein beetje. Oh. Echte koffie-experts die denken echt, die vrouw is gek. Maar ja, ik kan gewoon meteen mijn koffie op drinken. En ik heb meteen mijn cafeïne-shot binnen. Omdat we tegenwoordig niet echt tijd meer hebben om boodschappen te doen, ben ik getipt over Crisp, dat nieuwe online supermarkt eigenlijk. Dus ik ga hier veel dingen bestellen. Ik ben heel benieuwd. Ik vind boodschappen doen tegenwoordig echt een dingetje. Het is zo tijdrovend. We zitten elke maandagochtend, dan hebben we contact. Heb ik contact met mijn man over de app van oké, wie gaat de boodschappen doen? En het is gewoon praktisch onmogelijk om je kind gewoon en 's ochtends naar de kinderdagverblijf te brengen en te halen en boodschappen te doen en te koken. Het is gewoon niet mogelijk. Nou, dat is top. Die boodschappen die ik gisteren besteld heb zijn nu net meteen geleverd. Precies tijdens spitsuur, wanneer deze kleine om 7 uur eigenlijk naar bed moet, maar we nog even wachten op papa totdat hij thuis komt en zij echt een flink entertainmentprogramma nodig heeft. Wie leuker? Vindt mama minder leuk. Ik vind mama echt een herrie dit. Oh jongens, dat bezorgen is toch wel echt heel erg handig hoor. Kijk nou. Een lekkere paai had ik besteld. Even honger heb, kun je dat even in de oven knallen. Het voelt een beetje aan alsof dit allemaal van een delicatessenwinkel komt. Omdat het dus zo is ingepakt, super vers. En dan hier zitten dan bijvoorbeeld tomaatjes in. Tiramisu, verse soepjes. Altijd handig om gewoon in de koelkast te hebben. Ja, ik denk dat ik dit wel echt veel vaker ga doen. Gewoon online bestellen. En vanavond eten we deze pizza. Bietenbodem. Geitenkaas courgette. Met een bos paddenstoelensoepje. Makkelijk en gezond.